Hallo, oh, kom van nog eens snel met vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het de tijd dat we eindelijk die fucking 193 eraf gaan halen. Ik ben nu namelijk wel een beetje klaar mee met de hele tijd dat ik hem steeds niet haal. Dus nu wordt het even tijd om hem wel gaan halen. Oké, even kijken, wat is dit? Heel erg slecht. Maar 4-3 aanval kan wel. Dat is helemaal geen hele slechte opstelling. Als je maar een beetje goed begin hebt. En 35 Ronaldo is een prima begin. En nu hopen dat je gewoon meteen Messi krijgt. Want als je meteen Messi krijgt, dan weet je helemaal dat het goed gaat komen. Maar je bent gewoon meteen genaaid. Als je fucking fake goalie kijkt, dan krijg je sowieso een kakspit. Oké, save dat de beeld best goed. Daar ga ik in ieder geval niet over klagen. We 88 een Müller. Haalt totaal geen chemistry, maar rating is erg belangrijk. Iniesta is ook erg goed. 88 een Kroos, dat is zelfs uitstekend. Oké, en dan gaan we nu even door. Pakken nu even bankie, één bankie. Oh, 98 Ibra. Ja, je moet voor die 98 gaan. Je kan niet voor een 98 gaan. Oké. 88 Codine. Ja, dat wordt hem dan waarschijnlijk weer niet, hè. Want te veel lage. Oeh, 22 andere is wel echt uitstekend. Dat is echt uitstekend. Ja, ik moet nu even zorgen dat ik goede ratings krijg. 91 Mandanda. 91 Dybala. Ja, laten we Mandanda. Want de verdediging moet je altijd hoog houden. Want de verdediging gaat heel snel altijd omlaag. Dat is echt kut. Oké, hopelijk nog een goede keeper. Oh, Lucky. Nee. Het is niet dat een keeper een linkje haalt. Dus gaan we maar voor de hoogste als Czech. Oké, we hebben nu 89 rating. Dat is niet heel goed. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat is gewoon niet heel goed. En we hebben nog echt een kutcam, maar dit is wel echt uitstekend. Lekker Messi. Yes. Hoppakee, Messi erin. En dan deze twee wisselen. Hoppa, 90 rating. Oké, wie haalt het nog heel erg naar beneden? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Volgens mij met links en rechts midden of zo. Ja, maar wie haalt nou mijn rating zo erg naar beneden? Ja, volgens mij mijn verdediging. Mijn verdediging is echt heel slecht. Dit word je niet vrolijk van. Dit is nou echt een ongelofelijke beast met 50 skills. Hij is volgens mij echt heel extinct of fun. Maar hij is wel echt een legend. Maar ja, Bakwa is ook een legend. Maar die is wel slecht. Mijn ziel was wel goed. Als we hem nou even wisselen voor Mandanda. Als we nu dan even Ibra voor hop. We hebben 92 rating ineens. Uit het niets. Oké, kom op. Oh mijn god, heerlijk. 97 Neymar. Als we die hier inzetten. En deze weer omwisselen. Hop, en min 3 chemistry. En voor de rest ook helemaal niks erbij. Oké, 91. Kom op, ik moet echt hoge ratings. Dit is niet hoog. Dat is eigenlijk best hoog. Dus daar mag ik helemaal niet over klagen eigenlijk. Goeie keeper, alsjeblieft. Ik ben genaaid. Ja, ik ben genaaid. Ik ga die 100 chemistry niet halen, want ik heb een kutkeeper. Ja, nee. Ah, heel kut. Nee, ja, ga maar door. Maakt niks meer uit. Oké, gaat het niet worden. We gaan gewoon gelijk door. Je moet er niet te lang bij stil blijven staan bij slechte drafts. Dat kan gewoon gebeuren. We gaan door. Let's go. Oké, let's do this. Fudrafje 2. Oh, kom op. Geef me nu wat goeds. Hop. Dan gaan we dan. Let's do this. 3. In 3-4-3. Ja, op lijn. Prima. Ik heb wel eens gehoord van u dat 3-4-3 op lijn beter is. Persoonlijk. We gaan voor Suarez. Persoonlijk ben ik niet zo'n enorme fan van 3-4-3 op lijn. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Het is uitstekend. Hij speelt nu Messi. Messi. Oh mijn god. Ja, hij gaat hem worden. Ik weet trouwens niet waarom Messi zijn normale foto heeft. Maar ja, oké. Het zal allemaal wel. Weet ik veel. Oké, let's go. 90 Bill. Ja, dat is uitstekend. Gaan we meteen nog een wisseltje? Dit is waarschijnlijk slecht. Oh, slecht zeg ik. 97 Ronaldo. Oh mijn god. No reaction back. Kijk, nu kan ik voor Benyat gaan. Maar ik kan ook even de rating pakken. Ik ga voor Benyat. Ik moet niet te groot risico nemen. Hier ga ik voor de hoogste rating, want ik heb toch al Bill. Oké, en nu alsjeblieft gaan met Rodriguez. Zou uitstekend zijn. Al maakt het helemaal niks uit, maar Games is lekker. Ook heb ik ook al Ronaldo, dus dat boeit echt geen ene ster. Alsjeblieft even een team op de... Oh, Ramos is weer lekker. Dat is lekker. 36. Oké, dat is slecht. Maakt niet uit. Oké, is opnieuw heel slecht. Dit maakt wel uit. Nu begint het toch wel een beetje hinderlijk te worden. Maar ja, we moeten dat maar voor de hoogste... Oh ja, we hebben ook zo'n staafje. We gaan voor Boateng. We gaan het gewoon doen. We gaan nu nooit de rating maar... Oh, heel kut dit. Oh, heel kut. Oké. Navas. Yes. Oké, 91 rating. Hoe is dat nou zo laag? Ja, allemaal door hem, hè. Want hij is te laag. Oké, kom op. Ik moet centerbacks hebben. Ik moet goede centerbacks hebben. El Shaarawy. Ja, dit is heel kak. Oké, als we nou hierheen gaan, laat het alsjeblieft een goede centerback zijn. Ja, het is wel Miranda. Die is wel hoog, maar jij hebt hier niks aan. Ik heb centerbacks nodig, anders haal ik het gewoon niet. Oké, laten we in ieder geval hem pakken. Kunnen we hem er hier inzetten? Oké, laten we dan hem even wisselen voor hem en hem terug. En dan even kijken of het even goed is geworden. Ik had veel beter voor Carvajal kunnen halen. Ik heb in ieder geval volle chemistry gehad. Kak! Heel dom. Maar ja, oké, maakt niet uit. 89 is prima. 89 is prima. Oké, ja, ik heb een centerback nodig. Dat is alles wat ik nodig heb. All that I want is another centerback. Geef me alsjeblieft straks een centerback. Oh, 94, dat is echt uitstekend. Ja, voor de rest, ja, wat heb ik nog nodig? Ja, een centerback. Ik heb gewoon een centerback nodig. Gewoon een centerback. Maakt niet uit of hij een beetje kak is, maar ik krijg geen centerback. Nee, dit is zo kut. Oké, Danilo kan wel daar. Danilo kan hier. Hop, oké, we hebben 100 chemistry. Let's go. Oh, zie hij echt fucking slecht in Danilo. Is echt niet te filmen hoe slecht hij is. Ik heb nu gewoon 2 non-rares erin. Ja, daar ga je nooit een goede fut eraf mee halen. Oké, 191. Ja, maar ja, ga je nooit 193 halen. Je moet ook realistisch blijven. Dat gaat gewoon niet lukken. Er zijn ook nog eens zilveren keepers. Oh, wat erg. Wat erg. 190 moet er wel lukken, mag ik hopen. 191, oké, prima. Ah, man. Ik heb wel echt een fucking goede bank. Maar ja, op het moment dat je 2 non-rares hebt, ja, dan gaat het gewoon niet lukken. Helaas, dikke pindakaas. Oh, nu wordt hij 190. Hoe kan dit nou? Huh? Nu is 191. Dus CVM is beter dan LM. Wacht, als ik die LM nou wissel, want LM is duidelijk minder.
Wordt hij 190? What the fuck? Hebben special cards dan hoger, zijn die dan beter of zo? Special cards. Nu is hij 191. Ik begrijp er echt geen ster van. Legit, ik begrijp er helemaal niks van. Geen grap. Geen fat toe. Kill. Oké, 191 drafje. Ja. Ja, het is geen 193, dus we gaan gewoon heel snel door. Oké, let's go. Verdrafje 3. Duimpie. Oké, ja, prima. We hebben deze. Oh, ging bijna volledig fout in de hoed. Oké, let's go. Oh, goede speler mee te beginnen. Ja, we gaan voor Müller. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik heb gewoon even die rating nodig. Oké, neemt een Messi, dat is wel lekker. Oké, de begin is random. Laten we dat ophouden. De begin is random. 95 Iniesta, dat is echt fucking lekker. Is dat zo lekker, 95 Iniesta. Want het is altijd een speler die je altijd nodig hebt, maar eigenlijk niet zo vaak krijgt. Maar als je hem krijgt, ben je altijd blij. Kijk, ik ben echt blij. Maar dit is helemaal geen goed begin. Het is echt alles behalve goed dit. Jezus, criminelen. Het is echt zo slecht, hé. Oké, zo lekker, 90 Hazard. Ik heb zo weinig chemistry. 49 chemistry. Wat is dit? Geef een goede keeper, alsjeblieft. Nee hoor. Nee hoor. Ik heb 56 chemistry. Tuinpies. Dat heeft geen zin om voor hem te gaan. We gaan voor Van Persie. Hey, Van Persie. Normaal lach je zo. Het is echt de slechtste futdraft ooit. Ik kan het beter skippen. Het heeft allemaal geen zin meer. Leven en ook deze futdraft niet. Ja, wat is dit nou, jongen? Ik kan hier allemaal niks mee. Ja, nou, oké, je gaat niks worden. Je ziet het al gewoon gelijk. Als je met zo'n links buiten begint, die fucking kut is. Op naar de volgende futdraft. Wat een stinkdraft. Oké, volgende futdraft. Dit gaat hem worden. Ik voel het. Kom maar op, dit gaat hem worden. Ja, ja, duimpies. Nee, gaat het niet worden, want we hebben opnieuw een kutopstelling. Maar maakt niet uit, bij deze opstelling kan het ook. Want iemand heeft een 194 aan deze opstelling. Ja, welke speler moet je dan beginnen? Laten we beginnen met Ronaldo. Ik weet eigenlijk niet waarom, want Ronaldo kan je altijd beter krijgen. Maar ik krijg een 99 Messi, dus ik ben erg blij. Waarom ik zo praat? Geen idee. Geef me 95 Suarez. Luc de Jong. Prima. Prima, joh. Tieve spel. Oh, 92 Iniesta, dat is uitstekend. Iniesta heeft veel special cards, jongen. Holy shit. Holy shit. Ongelooflijk. Oh, lekker. Dit is uitstekend. Oké, nu nog een goeie, dan ben ik heel blij. 88 Modi. Oké, dit is eigenlijk het perfecte middenveld. Niet allemaal de hoogste kaartjes, dat is dan wel jammer. Nee. We gaan voor Pogba. En dan zou je denken, waarom? Omdat ik... Ja, we gaan voor Pogba voor de rating. Yes, yes, yes. Voor de rating. Yes, 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 yes. 89 Bill, want Neymar kan je echt veel hoger krijgen. Echt veel hoger. En hopelijk nu in Team of the Season. Oh, wat kut zeg. Yuri. Motherfucker. Nee, we gaan voor Barzagli. Zou je afvragen waarom? Nou, omdat ik niet die Godin wil. Want die Godin hou je nooit 193. Oh, mijn god. Geen reactiepakketje. Oh, yes, Navas. Al heb ik geen één Bouvier centerback tot nu toe. Maar maakt helemaal niks uit. Dat maakt helemaal niks uit, jongens. 87. Geef me een goede centerback. Ik heb nog niet eens een goede spits. Dus hoe wil ik ooit iets goeds gaan krijgen? Oh, wat slecht zeg. Oh, wat ongelooflijk kak. Ja, gaat er weer niet worden. Nee, gaat er weer niet worden. Oké, mijn selectie voltooien. Oeh, Mandanda. Oké, is niks geworden. Op en de volgende draft. Oké, let's go. Let's go, go, go. Nee, het is heel slecht. Oké, we gaan voor deze. We gaan deze keer nog een keer proberen. 98 Messi. Oké, dat is leuk. Oh, ik had voor 7 en Suarez moeten gaan. Ja, dat had ik moeten doen. Maar heb ik niet gedaan, want ik heb down. Ja, we gaan even alle voor rating. We gaan even alleen maar rating doen. Hoppa, 87 zie je. Nee, dat is wel dom, hè. Domme. We kunnen beter voor hem gaan, maar doen we niet. We gaan voor 87 zie je. Heel dom dit. Oh, 15 cabins zit er nu toe. Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit, jongens. 92 beeldje erbij. Duimpje. Hup. Oh, dat is slecht. Oh, dit is lekker. 92 Iniesta. Hoppa. Links mid, hop. Daar word ik niet heel vrolijk van. We gaan voor Nolito. Hop. 88 Godin. Ook al heb je eigenlijk 95 Godin nodig gewoon. Pieken. Ja, heel lekker. Vandaag ga ik zoveel pranks halen als ik wil. 82 chemistry. Oké, let's do this. 96 Neymar. Uitstekend. Iets minder goed. Maar Perez uitstekend. Dit is uitstekend. Iets minder uitstekend. Als Negredo uitstekend. Oké, kom op. Vandaag ga ik zoveel pranks halen als ik wil. Nee. Waarom ben je zo slecht? Dat is wel goed. Dat is helemaal niet zo heel slecht, hè? Nee, dit kan er best wel een prima teampie worden, als ik zo kijk. Als ik zo even loop te concluderen, dan zie ik dat dit bijna aardig teampie kan worden. Hup, min 1, maar dan hebben we hem en dan doen we zo. Hoppa. Oké. Goed verhaal, Koen, lekker kort. 90. Nou, ik krijg geen Ronaldo. Het is weer over. Over met de pret. Op naar de volgende futdraft. Dit was weer... Ak. Daar heb je hem laag. Oké, mensen, dit wordt de laatste futdraft. Als we het nu niet halen, dan gaat het vandaag gewoon niet lukken. Zo eerlijk kan ik gewoon zijn. Daar ga ik gewoon niet over liegen. Let's go. Kom op. Doe het alsjeblieft. Oké, 4, 3, 2, 1. Dat kan. Was man. Heel kut. Ja, heel kut. Maar maakt niet uit. Meestal als je met een slechte begint, dan krijg je een uitstekende draft. Oké, we gaan gewoon even... We moeten even rating. Die rating moet omhoog gekikt worden. 97 Ronaldo. Koosje. Hop, Modric. Nee, wel Bruno. Dat is uitstekend. Oké, let's go. Hop, rechtsback. Aldi.
rare kleuren kaartje ineens, jongen. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ruiz. Oké, we gaan even snel. Hop. Dit is lekker. Marcelo, dat is echt heerlijk. Yes. Oké. We hebben nu al bijna 100 chemistry. We hebben alleen nog Messi nodig. Dani Alves. Ja. Blij mee. Ik krijg een hele hoge verdediging. Dat is heel nuttig tijdens dit soort dingen. Oh, nee, maar. Yes. Oké, kom op. Nu nog Messi. Messi. Ik wil echt Messi. Nee. Ik ben 90 rating, maar die spits is zo slecht. Als je nou even een goede spits geeft, hè? Stinkspel. Ja, hoogste rating. We hebben Messi nodig, maar we gaan Messi niet krijgen. Nee, wel Bill, maar geen Messi. Maar Bill is ook wel goed. Maar zonder Messi ga je nooit. Je gaat nooit hoger terras staan zonder Messi. Shit! Oh, ik kan dit oprecht. Het is oprecht wel een hele goede terras, dit, hè? Dus Bill nog even hier neerzetten. En zetten Neymar hier. Doe deze even wisselen. We hebben 191. Dat is best lekker. Ja, dat is best lekker. Daar ga ik niet over liegen. Dat is best lekker. Maar dan krijg je non-rare, daar word je niet vrolijk van. Het is niet gelukt, mensen. Het is vandaag weer niet gelukt. We zijn ook niet eens in de buurt gekomen. Maar toch hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. In ieder geval, vond je het leuk? Vergeet de video dan zeker niet te liken. En ja, hopelijk halen we het de volgende keer. Het moet zeker lukken. In ieder geval, ik zou het like weer gewoon meer de volgende keer. Ik zeg doei. Later.